Mag ik opnieuw beginnen? Já não tem muita importância do muito que eu li, do pouco que eu sei. Nada me arrazia, a não ser a vontade de te encontrar. Desde a rata over als je van iemand houdt en als je zegt naar die iemand, ik hou van jou. Stichting De Ontmoeting, die vastgelopen mensen zoals daklozen helpt hun leven weer op de rit te krijgen, opent deze dinsdag een tweedehands kledingwinkel in de Prins Hendrikstraat, de Hoek van Holland. In Om de Hoek, zoals de winkel heet, gaan cliënten werken om ervaring op te doen en de kans op later werk te vergroten. Een van deze cliënten is Pedro, die vroeger dakloos was, maar nu sinds anderhalf jaar bij de stichting woont. Ik ben Portugees. Ik ben hier gekomen om een nieuw leven op te bouwen. Ik ben gescheiden. Ik heb alles kwijt. Ik heb werk kwijt door het verdriet. En ze zitten mij te helpen hier met verder te gaan. Ja, ik ben op straat gewoond. Op straat slapen. En nu zit ik hier. In het huis van de stichting wonen 8 mannen die naast onderdak ook een dagbesteding krijgen. En begeleiding in bijvoorbeeld budgetbeheer en Nederlandse taalles. Daarnaast worden ze begeleid in het terugkeren in de maatschappij. Een voorbeeld hiervan is de tweedehands kledingwinkel waarin Pedro komt te werken. Ik vind het fijn. Waarom? Dat ik word ook blij. Dat is ook een leuke ding dat ik kan doen. Is gezellig met iedereen. Kan praten. En kan mensen helpen. Als ze naar binnen komen om kleren te zoeken. Omdat ik vind ook zoals ze mij helpen. Ik wil ook graag andere mensen kunnen helpen. De winkel komt er niet zomaar. Met een leuk geldbedrag van donateurs aan de stichting kon Om de Hoek worden opgezet. Voor de nodige winkelervaring is Stefan Blok, voormalig teamleider van de grote winkelketen, aangesteld als bedrijfsleider. Het project is tot stand gekomen door mee te doen aan een projectaanvraag. Nou, die hebben uiteindelijk weten te winnen, waardoor we dus 20.000 euro geschonken kregen. En via daar hebben we dus een mooi marketingplan opgezet om deze winkel te kunnen openen. Ik denk dat het vooral voldoening zal geven. Het is echt weer een stapje richting de maatschappij. En dan is dit via dagactivering. Maar misschien dat in de toekomst een dag een stapje verder kan gaan naar vrijwilligerswerk of misschien wel betaald werk. En ze gewoon weer echt te stimuleren dat ze ook in de maatschappij aanwezig mogen zijn. Ik vind het wel goed. Dat zijn mensen dat weinig geld hebben. En ze hebben misschien kleren nodig voor kind of voor zijn eigen. En ze kunnen hier komen om te kopen. Winkel De Ontmoeting zal dinsdag 12 december feestelijk haar deuren openen.